Hoi, welkom op het Xenos YouTube kanaal. Ik ben Annette en ik ben Xenos ambassadeur. Ik was vorig jaar ook al een paar keer op het kanaal te zien en dit jaar ben ik dus nu echt officieel ambassadeur. Dus dat vind ik super leuk. En vandaag ga ik met jullie mijn keuken opruimen. Want girl, het is nodig. Ik woon samen met mijn twee beste vriendinnen in het prachtige Den Haag. En wij wonen in een mooie jaren 30 woning. En als je onze keuken binnenloopt, dan zie je op zich ook wel dat het een oude woning is. Er is volgens mij echt al jaren niks meer aan gedaan. Nou, je ziet gewoon dat het niet de meest hippe, moderne keuken is. Maar hij is wel echt super praktisch. We hebben onwijs veel kastjes waar we van alles in kwijt kunnen. Maar het staat echt ongelooflijk vol. En dan voornamelijk de kastjes. En met vol bedoel ik dan ook echt op het moment dat je het kastje opentrekt, dat er gewoon regelmatig een boterhamzak of een rijstpak of whatever op je hoofd valt. Het is niet ideaal. Dus ik dacht, hier moeten we verandering in brengen. Ik ben Pinterest echt volledig afgestruind. Ik heb allemaal van die superhandige blogartikelen gelezen van allemaal van die American moms die dan van die perfecte keukens hebben. Die laten zien hoe je alles heel mooi kan organiseren. En dat heeft mij geïnspireerd. Als eerst heb ik servies besteld. Ik heb als eerst deze prachtige diepe borden besteld in het blauw en in het bruin. Dit is van de Toscane lijn. In diezelfde kleuren heb ik ook hele leuke ontbijtbordjes besteld. En hele mooie dinerborden. Nou, hier ben ik echt super blij mee. Ik heb van alles 4 besteld. Dus 4 dinerborden, 4 ontbijtborden, 4 diepe borden. Zodat we die mooi kunnen toevoegen aan onze collectie. En ik kan gewoon nu al niet wachten om dan lekker te gaan koken en daar mooi op te dienen. Om dan bij het echte opruimgedeelte te komen. Ik heb veel van dit soort potten besteld. Ik heb 4 van deze grote besteld en 2 van deze kleine. En ik vind het mooi om producten zoals rijst, pasta, wat je gewoon altijd eigenlijk wel in huis hebt, in deze mooie potten te doen. Dus die heb ik daarvoor aangeschaft. Ik heb deze superleuke koffiehouder besteld. Wij hebben zelf een apparaat waar je van die cups in doet. En die hebben we nu gewoon in een bak neergelegd. En het staat gewoon een beetje lomp. En ja, het is niet het mooiste gezicht. Dus wij wilden eigenlijk al best wel lang zo een mooie houder waar je ze allemaal in kan doen, die cups. En dan kan je ze gewoon heel makkelijk uitpakken. En ik vond deze echt heel erg leuk. Een cactus. Ja, echt te cute. Ik heb een nieuw zout en peper stel besteld. Ik vind het dus echt super chill om dit op je aanrecht te hebben staan. Als je aan het koken bent, dat je het gewoon meteen erbij kan pakken. Lekker zo voor in de pan. Beetje zout, beetje peper. En dat, ja, dat miste ik nu gewoon. En dan wil ik het natuurlijk wel in een mooie stijl. Als het dan toch op mijn aanrecht staat. Ik heb allemaal verschillende mandjes besteld. Als eerst deze twee. Dit zijn eigenlijk mandjes die je hoort te hangen aan bijvoorbeeld een open kast. Maar ik dacht, ik ga er gewoon wat anders mee doen. Dan heb ik in hetzelfde model dit mandje besteld, maar dan wat hoger. En deze wil ik op onze koelkast gaan zetten. Daar hebben wij nu, ja, gewoon van alles staan. Thee, ja, wat nog meer. Gewoon troepjes. Maar onze koelkast, er kan gewoon best wel wat, ja, op. En het is gewoon echt zo'n handig plekje waar we gewoon heel vaak dingen neerleggen. Gewoon, ja, die je daar gewoon even kwijt moet. Soms liggen er ook mondkapjes die we dan hebben gewassen. Dus ik dacht, laten we dan gewoon een mandje halen waar we dat in kunnen doen. En dan ziet het er allemaal gewoon wat netter uit. Ook heb ik dit mandje besteld. Blijkbaar komen met mijn mandjes. En deze is een stuk groter en heeft ook een mooi houten plateau hier in het midden. En deze wil ik op het aanrecht gaan zetten. En daar wil ik dus onder andere het peper- en zoutstel in zetten. Ja, ik heb een hele mooie houten houder waar ik al mijn spatels en zo in heb. Nou, die wil ik allemaal in deze mooie mand zo samenzetten. Dat het echt zo'n mooi geheel is. Ziet er hopelijk ook wat rustiger uit. Ook door Pinterest inspired. Echt, wat moeten we zonder Pinterest? Ik heb een bestekla gekocht. Deze is ook in het hout. En die kan je dus ook uitschuiven. Kijk. En ook aan de andere kant. Super handig. Dan kan je hem gewoon helemaal zo stellen op, nou ja, de laden die jij hebt. En deze wil ik niet voor bestek gaan gebruiken. Surprise, surprise. We hebben namelijk al gewoon een prima bestekla. Maar we hebben nog een andere la in onze keuken. En ik weet bijna wel zeker dat iedereen wel zo'n la heeft. Waar gewoon heel veel shit in zit. Tape, scharen, servetjes, rietjes. En zo'n la is echt, oh, je houdt die maar liever gewoon dicht, weet je wel. Je wil daar gewoon niet naar kijken, maar het is onhandig. En soms zit hij zelfs zo vol dat hij gewoon niet meer goed open en dicht gaat. Dus ik dacht, ik wil gewoon een mooie bestekla waar ik het allemaal gewoon mooi in kan organiseren. Dus dit is alles wat ik heb besteld. Wat ik nu ga doen is alle kastjes volledig even leeg trekken. Dat werkt altijd het beste. Dat je gewoon makkelijk zo kan kijken wat je wil houden en wat niet. Ik weet niet wat deze handbewegingen waren, maar goed, dat is wat ik ga doen. En dan ga ik alles gewoon helemaal mooi organiseren en daar ga ik jullie in meenemen. Dus ik hoop dat het een stuk beter gaat zijn, maar dat moet wel. Ik heb er vertrouwen in.
Ik ben echt ontzettend blij met het eindresultaat. Het is echt zoveel beter. Ja, ik hoop dat ik jou ook een beetje heb kunnen inspireren. Mocht je zelf ook je keuken willen gaan opruimen. Dat je denkt, nou hè, bij mij is het ook al nodig tijd. Ik heb nog een leuk nieuwtje voordat ik deze video afsluit. Ik mag namelijk een Xenos giftcard ter waarde van €50 weggeven. Aan een van jullie. Superleuk. Om mee te kunnen doen moet je geabonneerd zijn op het Xenos YouTube kanaal. Het Google formulier invullen die hier beneden in de beschrijving staat. En in de comments achterlaten welke ruimte in jouw huis echt een opruimbeurt nodig heeft. Dat is je slaapkamer, woonkamer, misschien ook je keuken of wellicht je badkamer. Laat het vooral weten, dat vind ik ook heel erg leuk om terug te lezen. En dan wens ik jullie heel veel succes. Ik wil je ontzettend bedanken voor het kijken naar deze video. Check Xenos ook vooral nog eventjes op Instagram voor leuke inspiratiepost. En dan zie ik je snel weer. Doei doei!